die op het land wordt gepakt. In West-Vlaanderen is het verbod om water uit beken en rivieren te pompen uitgebreid. Mag nu ook niet meer in Pompelingen en Ieper. Gisteren had de gouverneur het verbod al ingevoerd in de omgeving van de Pannen en Lichtsluiden. Nou, het waterpeil in de Westhoek ontzettend laag staat door de droogte. Maar nu wordt de maatregel uitgebreid, zegt de burgemeester van Ieper. Na de beslissing van de gouverneur wat het noord en de buur van de Westhoek betreft, was er een beschuiving van pompen naar Pompelingen en Ieper. Dus om te vermijden dat de beken zouden kapot gaan, ecologisch en ook wat structuur, hebben wij gisteravond gewonnen dat wij dit verbod ook moesten uitbreiden tot Pompelingen. Dus er staat een lange markt in de dekken al volledig leeg en dat is een groot probleem voor de boeren. In Appelterre in Oost-Vlaanderen wordt de jongen van 15 begraven die eerder deze week uit het leven stapte en had een naaktfoto van hem verspreid raakte op sociale media. Er zijn een duizendtal mensen bijgekomen. Heel wat vrienden, klasgenoten, familie, iedereen wil een laatste groet komen brengen. Want het is duidelijk dat er in Appelterre en in Dienhoven, waar de jongen naar school ging, dat daar heel wat jongeren met wat vragen zitten. En het verdriet is groot hier in een kleine gemeenschap en iedereen wil afscheid nemen. Maar juist met die vragen zitten, waarom? Gisteravond was er ook al aan waken. Die zelf met vragen zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op 1813. De veiling van oude praten.